Vermeers van Helbig die realiseert hier zijn droom. Hij bewijst dat je zaken kunt doen met een hart en mensgericht. Daar wil ik heel graag eens mee praten. Helbig biedt etaleersystemen aan voor retail. En we doen dat een beetje op een speciale manier, in de zin dat wij ons willen onderscheiden door in te zetten op beleving. We noemen onszelf soms het ADHD-team. Uh-huh. Altijd dienstbaar, hartelijk en dichtbij. En als je dat doet, ja, dan begin je vooral intern, want anders kunnen de klanten dat nooit voelen. Ja. Zeg maar, vandaag is het hier medewerkersdag. Wat is dat dan precies? Ja, wij noemen dat de deeldag. We willen vooral informatie delen met elkaar. Eigenlijk vloeit het voort uit het idee dat je iedereen het gevoel moet geven dat hij zinvol werkt. En je kunt eigenlijk maar dat gevoel geven als er ook een duidelijke transparantie is. En dat begint bij de bedrijfsleider. En hier delen wij dan een aantal items die belangrijk zijn. Verbruik, geest. De bedoeling is dat eigenlijk iedereen snapt hoeveel omzet we hebben, waar gaat de kosten naartoe, zodanig dat ze eigenlijk ook echt weten van hoe kunnen ze zichzelf inzetten om tot een beter resultaat te komen. We willen dat iedereen het weet, van eigenlijk, ja, de bediende tot eigenlijk iemand in het magazijn werd. Wat hebben we toen afgesproken in december dat we het eerste deel van het jaar gingen doen en waar zijn we nu beland? Wel, we vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van alles. En op zo'n dag willen wij het volledige team op de hoogte brengen van wat we mee bezig zijn, wat we ook willen realiseren de komende maanden. Ja. Om dat eigenlijk levendig te houden. Ja, ik zag ook verschillende mensen echt op een knop drukken als het juiste antwoord is. Ja, we proberen het altijd interactief te houden. Dat niet iemand is die vooraan staat en die zijn verhaal vertelt. Maar dat proberen we zo een quizje te organiseren. Was en verwarming en zo. Helbig wil een positief team zijn. Dat betekent dat we ook een positieve omgeving moeten creëren. En dat zit in hele simpele dingen. Maar daar draait het vaak om. Bijvoorbeeld geloven wij heel sterk dat een positieve omgeving, dat berust op waardering. En de eenvoudigste manier om waardering te uiten, dat zijn nu net complimentjes geven. Nu, dat houden we bij. Niet hoeveel complimentjes krijg ik, maar hoeveel geef ik er. En dat is dan het eenvoudige telraam dat je op ieder van onze bureaus zult zien staan. En waar hoop je dan dat dat toe leidt? Als je aan onze klanten nu zou vragen van, is het inderdaad zo dat Helbig een hartelijk dienstbaar bedrijf is, dan denk ik dat je in vele gevallen een positief antwoord gaat krijgen. Maar ook intern onder elkaar. Het is de basis voor wat wij hier noemen een hecht, positief en zelfsturend team. En daar begint het eigenlijk. Als wij hecht zijn, als wij staan voor elkaar, ja, dan gaan we ook veel makkelijker staan voor onze klanten. Luc wil dat mensen iets bijzonders beleven wanneer ze in een winkel binnenstappen. En dat begint allemaal hier op de werkvloer met hoe mensen hun job beleven. Knap toch? Tot de volgende keer!